Ik zal beginnen eerst even met een algemeen stukje introductie. Mijn naam is Nicole Geurts van Kessel, werkzaam bij Royal Haskell en DFV en de laatste 2 jaar voor het PIW ook aan de slag op dit onderwerp, beheermaatregelen. Daarna geven Barry en Joop een blikje ook in de praktijk en gaan we daarna gezamenlijk discussie aan. Dus even een vraagje ook vooraf, wat vingers van wie heeft er ervaring met beheermaatregelen in de praktijk? Kijk, nou, dan hebben we nog wat missiewerk te doen. En dat doen we ook. En we gisteren ook op de zorgplichtmiddag ook al een leuk stukje discussie gehad. Dus ik hoop dat we dat vandaag ook doen. Even kijken hoor, dit ging gewoon zo. Hè? Eerst even de definitie voor degenen die het niet weten. Beheermaatregelen, die definiëren als tijdelijke maatregelen ter overbrugging van een veiligheidstekort. Dat zijn tijdelijke maatregelen die we vooraf al kunnen bedenken. Dus we weten al op welke plekken gaan ervan uit dat we op basis van alle toetsresultaten of VNK dat we, en de beheerderservaring, dat we weten waar onze zwakke plekken zitten, waar de kering niet voldoet. En waar je dus al vooraf tijdelijke maatregelen kunt definiëren in aanloop naar permanente versterking. Onderscheid met noodmaatregelen wordt ook vaak gevraagd. Zeg van, nou hè, beheermaatregelen voorzien, noodmaatregelen onvoorzien. Zo plat willen we hem dan maar even maken. En waarom? Nou, onder andere door de introductie van de nieuwe norm. Een groot deel van de keringen voldoet gewoon niet aan de norm. En voordat de permanente versterkingen daadwerkelijk gerealiseerd zijn, gaat in de praktijk gerust zo 10, 15 jaar overheen. Maar goed, beheermaatregelen is ook goed om te noemen. Het gaat niet alleen om primaire keringen. En ik denk dat juist ook vanuit de regionale keringen dat er ook veel ervaring zit die te benutten is, zeg maar. Nou, wat heb je dan nodig als je die beheermaatregelen vast wil stellen? Goed inzicht natuurlijk in de waterkering. Goed inzicht ook in de dominante faalmechanismen. Waar zitten dan die risicovolle plekken? Inzicht in wat voor type maatregelen kan ik nemen? Wat voor hoeveelheden heb ik dan ook nodig aan middelen? Uitvoeringskennis. Nou, ook niet heel onbelangrijk. En goede risico-inzichten erin. PIW, we hebben er 2 jaar geleden ook een stappenplan ontwikkeld om juist dus vanuit afkeuring van hoe kom je dan, zeg maar, van nadere lokalisering en risico-inventarisatie van die afgekeurde keringen naar ontwerp en uitwerking en uitvoering van beheermaatregelen. Daar hebben we ook afgelopen jaar ook met een aantal waterschappen wat werkplaatsen gehad om juist ook al ervaringen te delen. Nou, een van de dingen die we ook hebben gedaan voor waterschap Aa-Maas bijvoorbeeld, daar is ook het veiligheidstekort in beeld gebracht voor verschillende opschalingsniveaus. Nou, dit geeft de koppeling ook met het calamiteitenplan, dat je juist ook inzicht geeft als voorbeeld voor piping. Hoe dan dat veiligheidstekort eruit ziet en hoe dat groeit met het aantal kilometers. Nou, hier kun je dus ook al heel gericht gaan lokaliseren van waar zitten dan, waar kom ik die plekken het eerst tegen en waar richt je op. En over hoeveel kilometer hebben we het dan, over hoeveel maatregelen, middelen gaat het dan en wat is dan, er komen ook de vragen en wat is realiseerbaar eigenlijk tijdens hoogwater. Wat kan ik al vooraf doen in de koude fase? Dus je komt allerlei afwegingen tegen als je ermee aan de gang gaat. Dus wat ik net zei, van hoeveel kilometer is realiseerbaar in 3 dagen? Dat was bij Aa-Maas, is dat bijvoorbeeld ook een hele wezenlijke vraag. Wat ik ook vaak hoor is van, maar we staan op het dijkversterkingsprogramma, daar komt subsidie vandaan. En wat moet een waterschap daarvoor dan nog extra investeren? Dus er zit ook, daar zit ook een afweging in van hoeveel kosten ga je nou daadwerkelijk maken in aanloop naar een dijkversterkingsprogramma. Ik vind het zelf een hele perverse prikkel dat het zeg maar eigenlijk ontmoedigd wordt om tijdelijke maatregelen te treffen. Want stel je voor dat je lager op het HWP komt. Nou, dat is natuurlijk heel dubieus. Vragen die ook kunnen oploppen is van hoe zit het nu eigenlijk met mijn grondbeschikbaarheid? Wat kan ik doen in de koude fase? We weten dat als het eenmaal crisis is, dan kan er heel veel aan maatregelen. Maar wat kan je nou daadwerkelijk al doen ook in de koude fase?
Dus in de aanloop er naartoe. Ik ga zo meteen graag nog even met jullie ook de ervaringen delen van waar lopen jullie tegenaan? Wat zijn jullie ervaringen erbij? En wanneer vinden we beheermaatregelen ook nodig en voldoende? Ik geef nu graag even door aan Barry.